Jij bent een van de buurmannen. Dag, ik ben een van de buurmannen. Buurman zoek ik. Hoi, goedemiddag. Zeg, wie ben jij? Vertel het eens. Jij bent René Leclerc. Leclerc, op zijn Frans. Op zijn Frans een beetje, ja. En nu zijn we hier in Pakhuis 22. Dat klopt. Dat pakhuis is onderdeel van de kunst- en cultuurroute, of niet? Ja, van Onno. Van Onno? En ja, dat is Onno. Dat is de andere buurman. Ik ben al live, Onno. Ben ik live? Ja. Jazeker, jazeker. En wat doe je hier precies? Want het is meer dan alleen een atelier, toch? Ja, het is meer dan een atelier. Boven werk mijn vrouw, die is therapeut. Okay. Hier beneden doen wij exposities of zijn vergaderingen of wat dan ook. En in de kelder is mijn atelier. Want je bent zelf een kunstenaar ook? Ze zeggen het. Want wiens kunst zien wij? Is dit jouw kunst? Nee. Dit is van René de Klerk. Oké, kijk. Met CK, hè? Nee, wat is CQ. CQ. Oh ja, CQ. De Klerk. Zie je wel? De beelden zijn van mij. En de schilderijen, werken, objecten zijn van René. En is het voor de eerste keer dat jullie samen exposeren? Ja, we hebben het niet aangedurfd. Ik doe 10 jaar mee met de kunstroute, elke eerste zondag van de maand. En het is echt de eerste keer dat wij het samen doen. Dit pand? Het is een heel oud pandje, zeg maar uit, een beetje nagekeken, uit 1650 ongeveer. Zo. Dat het al op tekeningen te zien is, weet je wel, niet zoals het er nou bij staat, maar wel in de heel grove vorm natuurlijk. Nee, dat klopt. Nou, het is ook mooie kunst. Ja, wij hebben ons best gedaan. Ja, we hebben zeker ons best gedaan. En het leuke is dat ze elke maand dan toch samen met een andere kunstenaar dat ik een expositie heb. En het is iedere keer weer eigenlijk heel mooi. Ja. Ja, en de tuin, dat wil ik natuurlijk ook altijd even zien. Nee, de achterkant van de stad. Ja. Oh, die is prachtig. Ja. Oh, die is groot ook, zeg. Van de trap, zou ik zeggen. De achterkant van het pakhuis. Dat is ook zo'n. Glaasgras is dat, hè? Ik ben daar vroeger wel eens in geweest van de docent Hanna Nabij, die daar woonde. Verleeuwen, ja. Dat was een goede kunstenaar. God, dat is een mooie binnenstadstuin, zeg zo. Ja, prachtig. Ja, en jij, want jullie noemen elkaar niet voor niks buurman en buurman, jij woont hier ook in de buurt. Ja. Is dat ook leuk om te zien of is dat... Wil je meelopen? Ja, dat is heel goed. Al lopend met de camera. Ja, dat is heel goed. Ik loop gewoon achter je aan. Ja, dat is wel leuk. Wat het bijzonder pijnlijk is. Dat is goed dat je het zegt. Ja, ik zeg het dadelijk nog wel een keer, want erin gaat wel, maar eruit, dat wordt een stuk lastig, hè? Ja, oh, dit is de plek waar het gebeurt, hè? Oh, jij klopt wel. Ik loop nog steeds voor je lens. Oh, nee, maar dat is niet zo erg, hoor. Dat vind ik ook wel gaaf, zeg. Kijk, gelijk valt het licht uit. Ja. Dan weet ik natuurlijk heel weinig van sculpturen en dat van, doe je dit nou allemaal met een zaag of bijt voor je dit? Of... Het is allemaal verschillend, hè? Dit is gips, er zit natuurlijk ijzer in en spul om het een beetje vast te houden. Dit is stenen, je hebt zachte stenen, harde stenen. Dit is bijvoorbeeld arduinstenen, Belgische harde stenen. Maar het is wel ideaal, dus, want jullie wonen hier ook nog? Ja, we wonen zeg maar in die tuin, in die hoek, die daar staan. Ja, dat is eigenlijk wel perfect. Ja, dan hier lekker werken, af en toe wat naar boven om te exposeren. Ja, ideaal. Ja, dat is wel gechauw, hoor. Ja, dat geloof ik. Dat je natuurlijk bij sommige beelden til je eigenlijk toch een soort breuk. Ja. Nee, superleuk. Ja. Nou, let op, hè, die allerachterste, hè, dat is een zeer pijnlijk. Ik duk even heel diep. Ja, soms denken mensen, oh, we zijn er. En dan gaan ze rechtop en dan is het gebeurd. Alsnog... En dit moet een beetje het Montmartre van Zeeland worden. Wat vinden jullie daarvan? Dat is een beetje dat zeggen ze met een knipoog. Ja, dat mag ook. Maar nu de Oostkerk weer in gebruik is, wordt dat toch wel. Ja, zijn jullie blij mee? Daar ben ik heel blij mee. Echt heel Merken blij. Jullie ook al dat er meer leven in de wijk is? Ja, zonder meer. Nou, nu zijn we in de Verwerijstraat. Nou, dit is het paleis van onze prachtige gang. Die is. Daar ben je ook nog kus van aan het maken. Nee, moeten we dan weer. Mooi is dat. Je wilt er thuis in, hè? Maar wij hebben een mooi uitgestopt. Hoe lang ben jij hier al? Oh, 10 jaar of zo, 8 jaar. Oh, leuk. Oh, maar dat is ook een leuke woonkamer. Hier heb je de mooiste uitzicht op. Oh, jij zit hier. Oh, dat is ook een gekke tuin, zeg. Ja, die oude school. Mooi, hè? Ja, dat is prachtig.
En er is ook een springgelegenheid voor de liefhebbers. En dat huis is van de buren, of hoort dat? Nee, dat hoort er ook wel. Oh, fantastisch. Maar ja, zeg. Mijn puberdochter die duikt weg, die denkt... Maar heer, hebben jullie nog wat te melden voor de, over de expositie? Want, Hebben we nog wat te melden? Ja, maar wat ze... Ja, nee. Mensen moeten gewoon komen kijken. Maar hoe lang loopt die? Hoe lang staat het er allemaal? Het staat er 2 dagen zoals het nu staat eigenlijk. Of zoals het nu wordt. Oh, dat is echt heel kort maar. Ja, dat is heel kort. Want er gebeuren in die ruimte meer dingen, hè, natuurlijk. Heel goed. Nou, dat zal ik vermelden. Nee, maar mensen zijn heel erg welkom. En het is gewoon al leuk om even binnen te lopen. En even te kijken. En, te kijken of er wat bij staat voor jezelf. Waarvan je denkt, god, dat vind ik nou leuk. Of daar word ik door geïnspireerd. Of daar, ja. Dat vind ik gewoon leuk om te zien. Ik bedoel, ik koop ook nooit een heel museum leeg. Nee, dat kan ik snappen. Dus dat is ook niet echt mensen te betalen. Mensen zijn gewoon vrij om even lekker binnen te lopen. Ja. Dus nou, dat is heel goed. Ik ga het straks delen. Dank jullie wel voor de tijd. Dank je.